Jobbe Wijnen is archeoloog van beroep, maar in zijn vrije uurtjes is hij magneetvisser. Zijn magneet kan zo'n 50 kilo trekken. Langzaam zoekt hij de bodem van dit haventje in Wageningen af. En soms moet je dan heel vaak gooien en heel veel geduld hebben. Nou, de 90% van wat je zo boven haalt is echt gewoon troep. Maar heel soms zit er dan ineens wat grappigs tussen. Ergens anders in Wageningen vond ik echt wel een hele serie doorgeknipte fietssloten. En een stukje verderop vond ik een betonschaar. En dat zijn allemaal dingen die ik toch al snel met criminaliteit in verband breng. En daar vind je dan zo ineens de sporen van als je in het water gaat magneetvissen. De politie vraagt de groeiende groep magneetvissers in het geval van wapens, munitie en waardevolle spullen dit altijd te melden. In sommige plaatsen in Nederland is magneetvissen inmiddels verboden. Maar Jobbe heeft netjes toestemming gevraagd om hier de bodem af te speuren. Ah, zit er wat aan? Ja, nu heb ik wel echt iets te pakken. Ik kan nu voelen dat hij langs iets zwaar schuift. Maar dan moet je dus echt heel voorzichtig zijn. En dan komt een klein beetje beweging in. En nou schiet hij los. Oh, shit. Dat is minder. Zit de magneet er niet meer aan? Ja, hij plakt nu vast aan de steiger. Dat is dus een van de problemen die je kan hebben. En de vraag is of je hem daar dan weer vanaf krijgt. Ooit vond Jobbe eens een leeggeroofd geldkistje. Maar aan het einde van deze avond is zijn vondst niet groter dan wat spijkers en een oude pijp. Is het nou ook zo dat net als bij het vissen dat je dan helemaal tot rust komt en tot diepere levensinzichten komt? Ja, wat moet ik daar nou op zeggen? Met deze achtergrond zeker.